Ik wil eigenlijk met een hele open vraag beginnen. De Volkskrant kopte naar aanleiding van deze 100 jaar Belfort 67 woorden, want zoveel woorden telde het briefje. 100 jaar ongemak. Want wat de een trots viert, we hebben misschien premier May wel gehoord in het Britse parlement, die zei, we hoeven ons nergens voor te schamen, doen we ook niet. Vol trots vieren wij de totstandkoming van de bijzondere staat Israël. Daar zegt de ander, het was het begin van mensenrechten schending en bezettingspolitiek. De eerste vraag aan jullie, hoe zou je zelf die 100 jaar later Belfort definiëren? Als iets om trots op te zijn of als iets wat je terugblikkend liever anders had gedaan? Han, ten Broeke, sorry, ik zal geen Han zeggen. Ja, Meerte, we zijn oud-collega's, dus ja. Logisch bij voornaam. Mag wat mij betreft hoor. Eerlijk gezegd, ik laat graag aan de heren hier over om de geschiedenis te duiden. Waarom wil ik dat liever niet? Omdat alles wat je erover leest een bijna klassieke bijdrage is aan wat hier het klassieke probleem is. Namelijk dat elke artefact, elke geschiedkundige gebeurtenis weer wordt aangegrepen om een van de tegenstellingen die dit conflict, die dit Palestijns-Israëlisch conflict zo moeilijk maken, om die nog eens een keertje weer op scherp te zetten. Hè. Voor de Palestijnen is het die original sin. Voor Israëliërs is het het begin van hun staatsvorming, het Joodse huis wat daar beloofd is. Toen de Britten zich begonnen terug te trekken of moesten terugtrekken. Eerlijk gezegd heb ik heel veel met geschiedenis. Maar het lijkt me het allerverstandigst om die geschiedenis maar gewoon eens even een beetje te laten voor wat die is. En te kijken, wat levert ons Belfort nu nog op? Hoe moeilijk en hoe moeizaam is het nu? Waar staan we nu? Is er nog hoop voor het vredesproces? Is de twee-staten-oplossing dood? Hebben, nou, dat zijn is. De vragen waar ik me mee bezighoud. En ik laat de geschiedenis graag een beetje veilig rusten. Samenvattend terugblikken is eigenlijk niet meer productief. Laten we kijken met wat we kunnen met wat vandaag de situatie is. Meneer Serri? Mijn eerste reactie op uw vraag zou zijn, unfinished business. En ik zal duidelijk maken waarom. Ik ben het ook wel direct met Han eens, dat als je gaat terugblikken, voordat je het weet, kom je ook als derde partij, want dat zijn wij toch, midden terecht in de twee verhalen, de two narratives, die zo op een dag als vandaag ook weer zo verschillend zijn. Ik was ook uitgenodigd eerder deze week door de Palestijnen op hun Belfortdag. U kunt zich voorstellen wat daar te berden is gebracht over de Belfort-declaratie. Maar laat ik hier zeggen dat ik het eens ben met wat Abba Eban inderdaad gezegd heeft. Vanuit een Joods-Zionistisch perspectief was dit natuurlijk een grote diplomatieke overwinning. Dus dat begrijp ik. Maar als ik dat gezegd heb en dan kijk naar de gevolgen en ook naar de situatie van vandaag. En je moet het ook zien in het perspectief van toen. Toen was het het einde van de Eerste Wereldoorlog. En het was niet alleen de Belfort-verklaring die belangrijk was. Het was ook Sykes-Picot. Sykes-Picot werd 2 weken later van Belfort bekend. Het was al eerder bedisseld tussen de Fransen en de Engelsen, hoe de kaart van het Midden-Oosten ergens zou zien. Dat is trouwens bijna de kaart van vandaag. Maar wat we ons moeten realiseren, dat dat puur koloniale machtspolitiek is geweest op dat moment. Er werd beslist overgevochten vanuit een christelijk perspectief van wat wij dat konden doen. Of nou Joden waren, of Koerden, of Arabieren, dat was op dat moment eigenlijk van ondergeschikt belang. Dat is het nu natuurlijk al lang niet meer. Dus dat betekent voor mij dat die Belfort-verklaring, zoals ik al gezegd heb, enerzijds een Joods tehuis in Palestina. Er staat niet dat Palestina zelf het hele Joodse huis zou moeten vormen. En dan kom ik weer terug op unfinished business. En dan op die andere verjaardagen die we allemaal, anniversaries die we moeten vieren, die eigenlijk allemaal unfinished business ook zijn. Als je denkt aan 181. Belfort is, kun je een rechte lijn kun je trekken naar de resolutie 181 van 1947. Dat gaf Israël het geboorterecht. Dat was juridisch veel belangrijker dan die Belfort-verklaring. Dan die 67 woorden. Die 67 woorden. Dat was op dat moment heel belangrijk.
Maar daar was ook besloten dat er een Arabische staat zou komen. Dat werd op dat moment geweigerd en genegeerd door de Arabische landen. Die konden dat niet verkroppen. Dat is pas veel later gekomen dat we hebben kunnen praten over vrede tussen Israël en de Palestijnen. Moet je dus weer een stap verder zetten. We hebben de Zesdaagse Oorlog gehad. Dus ik zeg gewoon, het is unfinished business voor mij. Tot slot hierop, meneer Schaper. Er is hier nog een microfoon, hè, heren. Dus pak die gerust erbij. Okay. Ja, ik denk dat ik het grotendeels eens ben met wat Robert zegt. Dat zou ook mijn benadering zijn, behalve dat ik het woord ongemak wel een understatement vind. We hebben daar... Ja, uit de kop van de Volkskrant. 100 jaar ongemak. Maar zelfs de Volkskrant kan er zich misschien toch wel eens een fout maken in de woordkeuze. Het is veel meer dan een ongemak. Het is een grote tragedie voor met name de Palestijnen. Maar ook voor Israël is het een, denk ik... Als je op de lange termijn bekijkt, een heel ongemakkelijke situatie waarin men zit. Ook al heeft men op het moment volledig overwicht, militair gezien en ook zelfs politiek, zou ik aan zeggen. Je zou denken dat zou dan een opening kunnen bieden voor een oplossing. Maar goed, daar gaan we het dadelijk over hebben, voor de twee staten problematiek. Laat ik direct erbij zeggen dat de reden dat ik hier sta, zoals in de inleiding gezegd, we zouden het vooral hebben over het Nederlands beleid. Ik heb een artikel geschreven... ooit, dat was mijn doctoraalscriptie in 1973. Sindsdien, en dat ging over het Nederlandse beleid ten aanzien van de Israëlisch-Palestijnse confrontatie van 1967 tot 1973. Nou, dat is mijn ticket to fame voor wat betreft dit onderwerp. Ik kan niet zeggen dat ik in dezelfde mate expert ben als beide heren hier. Maar het is wel, als ik dat nog eens herlees... dan zie je dat eigenlijk een groot aantal van de huidige thema's toen net zo goed speelden. En dat je... Gaat het niet? Ja? Oh. Oké, zo beter? Dankjewel. Ik heb ook het gevoel dat u een beetje aan het rondzingen is. Nou ja, mijn laatste zin zou zijn dat wat ik in dat artikel, wat ik tegenkwam als het ware bij het voorbereiden van het artikel... thema's zijn die nog steeds precies zo op de agenda staan. En dat ik dus wel kan zeggen dat 43 jaar later we heel weinig zijn opgeschoten. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Ja, ik ga heel even kijken, want... Even kijken of we bereiken. Ja, dat is wel... En, want zijn mijn microfoon is wel goed hoorbaar. Zijn we te staan bovenin ook? Kunt u... Ja, helemaal goed. Ik zie duimen. Ja, helemaal goed. Niet. Niet? Nee. Helemaal linksbovenin, helemaal niet. Oh. Maar u had ook een... Ik zie dat u een koptelefoon op hebt. Ja, dat die worden getolkt. Misschien dat u een vertaling krijgt, dat die wat minder staat. Ja, dat is het, ja. Of wij praten onsamenhangend, kan ook. Ik kan even niks doen aan, jij ook ik niet ook meer, niet. Denk ik, aan de galm die erin zit. Of de bus. We hebben al één microfoon weggehaald. Het is wel prettig om in ieder geval verstaanbaar te zijn. Nou ja, praat vooral dus maar heel luid en duidelijk in de microfoon. Dus als we het zo doen, gaat het ik goed. Wil terug naar eigenlijk meneer Ten Broeke. U begon ermee. Het is niet zo relevant om terug te zien. Het is relevant om te kijken naar wat is er vandaag mogelijk. In 2012 was u in het geheim betrokken bij wat nu bekend is, de operatie Blauw-Groen. Hè? Oh, u lacht. Klopt toch wat ik zeg? Kijk, het aardige van geheim is dat dan ook nooit bekend wordt. Had mogen worden. Ja, dat is misgegaan, dus maar dat gebeurt in Den Haag wel vaker. Ik laat u graag in de waan. Laat ik zeggen dat de mythe wil dat u als bemiddelaar betrokken was bij de operatie Blauw-Groen. Samen met Uri Rosenthal, toen minister Buitenlandse Zaken. De vredesonderhandelingen tussen Abbas en Netanyahu in Amman waren mislukt. En Nederland stelde zich op als gastheer om de gesprekken, althans te pogen die gesprekken door te laten gaan. Toen was u hoopvol, ervan uitgaande dat het geheim klopt. Hoe voelt u zich vandaag als u kijkt naar het Midden-Oosten? Kijk, het makkelijkste over het Midden-Oosten is altijd te zeggen dat je pessimistisch bent. Want de kans dat je dan gelijk krijgt is het grootst. Dat weet ook iedereen en er is ook alle reden voor om heel erg pessimistisch te zijn. En zeker ook op dit moment.
En toch wil ik proberen, en misschien ook omdat ik zo het vermoeden heb dat me dat dan ietsje zou kunnen onderscheiden van de beide heren op het podium vandaag. En er moet een beetje iets te kiezen zijn. Ik ben de politicus, althans de actieve politicus van de drie. De senator wil ik daarbij niet uitzonderen, maar het is toch een beetje de chambre de réflexion. Kijk, de laatste poging onder leiding van Kerry, want daar ging het in 2014 om, 2015. Robert Cerry heeft dat volgens mij nog meegemaakt als UN envoy. Dat was een poging die gestrand is op het allerlaatst, terwijl de Amerikanen bezig waren om dat te doen wat Robert Cerry nu volgens mij bepleit in zijn nieuwe boek, namelijk een soort van endterms neer te leggen, of parameters op basis waarvan men de onderhandelingen zou kunnen voeren. Het is heel jammerlijk dat dat niet is doorgegaan. En zoals altijd zijn er ook hier weer is er een geschiedenis en is er uitleg wie daar dan de schuld voor draagt. Er is een uitleg die volgens mij voor een heel groot gedeelte klopt, dat Abbas op het juiste moment de telefoon niet meer wilde opnemen nadat hij 3 weken daarvoor in het Witte Huis was geweest, hem een document werd overhandigd en hij zou daarop reageren. Er is ook een uitleg die zegt van ja, er zijn toch weer nederzettingen aankondigingen geweest van de zijde van de Israëli's. En dat heeft ertoe geleid dat de PA of de Palestijnen daar niet op in konden gaan. Natuurlijk was er het conflict over de pre-Oslo gevangenen. De Palestijnen hadden 3 eisen gesteld voorafgaand aan die gesprekken. Daar zaten overigens de nederzettingen niet bij. En die op de gevangenen, die kon niet worden ingewilligd door de Israëli's. Het is heel jammerlijk dat dat mislukt is. En wij zijn nu, denk ik, allemaal in gespannen afwachting wat de nieuwe Amerikaanse administratie, wat een aparte Amerikaanse administratie is natuurlijk in allerlei opzichten, of die nog iets gaan neerleggen, of een nieuwe toverformule komt, of dat die voortborduurt op het laatste wat we gezien hebben. Waarom ben ik toch nog licht optimistisch? En dat heeft niet zozeer met een vredesproces te maken, want dat is op sterven na dood. Je kan niet spreken van een vredesproces op dit moment, dat is evident. En het is ook een reden om negatief te zijn, omdat je kunt afvragen in hoeverre de twee-staten-oplossing nog door een meerderheid van de deelnemers en stakeholders wordt gedeeld. De één-staat-oplossing lijkt steeds meer ingang te vinden. Daar komen we dadelijk even op terug. Niet alleen aan de Israëlische zijde, ook aan de Palestijnse zijde. Nefast wat mij betreft. Maar goed, Amerikanen moeten nu iets gaan doen. Ze hebben zichzelf in die positie geplaatst. In de tussentijd, wat doet Nederland? Nederland is een van de weinige landen, misschien op dit moment wel het enige land, wat mogelijk maakt dat er op heel praktisch niveau tussen Palestijnen, de PA, en ook Israël projecten plaatsvinden die het wederzijds vertrouwen wel degelijk in stand houden. Dan heb ik het over waterprojecten, dan heb ik het over grensovergangen voor goederen, dus de bekende scannerdiplomatie die door Nederland wordt bedreven. En heel velen doen daar, ik ben bijna klaar, schouderophalend over, en ik vind dat onterecht, omdat het niet alleen zo'n beetje het enige is wat nog plaatsvindt en de Amerikanen het voor een deel proberen te kopiëren onder leiding van meneer Greenblatt en meneer Kushner, maar ook omdat het daadwerkelijk gewoon bijdraagt aan bijvoorbeeld wat je nu ziet, de reconciliatie tussen Hamas en de PA. Ik ben daarvoor, ik hoop dat die stand houdt. En niemand had het 3 weken geleden verwacht dat het zou kunnen gebeuren. Dus laat ik dan degene zijn die hier vandaag de kleine lichtpuntjes onder de spotlight zet. En dan kunnen de heren zeggen waarom het allemaal niet gaat lukken. Robert, jij misschien nog eerder. Ik wil wel heel even, meneer Cerie. Hand en broeken zegt vrij helder. De Amerikanen moeten, zegt hij zelfs, nu met hun plannen gaan komen. We zitten te wachten. Ik las in voorbereiding op deze bijeenkomst hier, althans dit onderdeel, een paar interviews met Robert Fisk terug, 40 jaar Midden-Oosten correspondent voor tal van media. Hij werd ter ere van die 40 jaar veel geïnterviewd de laatste tijd. En Fisk zegt ergens het volgende: als je de geschiedenis in acht neemt, zie ik geen enkele reden waarom Europa of Amerika een rol zou moeten blijven spelen in het Midden-Oosten. En hij verwijst daarna naar het al door u genoemde Sykes-Picot-plan en zegt: wij zijn zozeer onderdeel van de totstandkoming van dit probleem dat de oplossing misschien wel zonder ons geformuleerd moet gaan worden. Dat vind ik zeker een interessante kijk op wat er nu gaande is. En het brengt het weer een beetje in het historische perspectief.
Laten we als Europa inderdaad vooral bescheiden blijven. Dat zeg ik zeker. Ik geloof zelf ook dat Europa eigenlijk al lang dropped the ball. Eigenlijk is dat al begonnen in 1956 met de Suezcrisis. Vanaf dat moment hebben de Amerikanen eigenlijk het voortouw genomen. Midden-Oosten, en dan denk ik niet alleen aan het Israëlisch-Palestijnse conflict, is natuurlijk een hele belangrijke regio voor ons. Het is altijd zo geweest dat de Amerikanen leidend zijn geweest en wij volgend. We zullen ons moeten afvragen of dat nu nog zo is. Ik denk dat we, als je kijkt naar de geschiedenis, dat het misschien de 90er jaren, met eerst Bush en toen Clinton, een beetje het toppunt zijn geweest van Amerikaans leidend vermogen in het Midden-Oosten. Maar inmiddels zijn de Russen weer helemaal terug. En moet je je afvragen of Obama niet already dropped the ball in het Midden-Oosten? Dat wordt hem vaak verweten. En nu probeert Trump het weer. Hij heeft vooral heel veel hoop, kennelijk gevestigd, op een hele jonge Saoedische kroonprins van 33 jaar. Het is bijna voor mij soms alsof hij al zijn geld in het casino op die kroonprins zet. Er is ontzettend veel gaande op dit moment in het Midden-Oosten. En ik denk dat ons vooral wat dat betreft toch wel bescheidenheid past als Europa. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want wij zijn wel de eerste ontvanger van alle problemen die in het Midden-Oosten. Als u denkt aan migratie, de vluchtelingen, integratie, ja. En terrorisme, al die dingen. Dus ik wil zeker niet bepleiten dat we een passieve rol zouden moeten spelen. Dat is de opzet, joh. Maar het zal niet makkelijk zijn. Ik wil misschien later wel iets zeggen over wat Europa en Nederland zou kunnen doen. Maar mijn eerste reactie, ook op het citaat dat u hebt voorgelezen. Ja, dat is wel zo. Als u kijkt naar... Sorry. Europa bestaat. In mijn ogen, om het gewoon even scherp te zeggen, Europa bestaat niet in dit conflict. De EU is een entiteit. Maar jij zegt wel, Amerika moet. Robert Fisk zegt, ook Amerika moet niks. Nou ja, daar ben ik het mee oneens. Zonder de Amerikanen gaat er helemaal niets gebeuren. Maar het is wel zo dat er nieuwe spelers zijn die in toenemende mate van belang zijn. Wat de Egyptenaren de afgelopen 2-3 maanden hebben gepresteerd in het kader van die eenwording tussen de PA en Hamas. En laten we hopen dat het standhoudt. Elke dag dat het langer duurt, tel ik als een zegening. Is heel bijzonder. De Saudi's spelen een nieuwe rol. De understanding tussen deze Israëlische regering in het bijzonder en de Saudische regering en het Saudisch leiderschap is natuurlijk ook heel bijzonder. Arabische staten zijn eigenlijk heel erg klaar met dit conflict. Ik bedoel, ze hebben echt wel 10 andere prioriteiten aan hun hoofd dan de Palestijnse broeders. Dus ze willen heel graag er wel van af. Ze staan klaar om bij wijze van spreken vrede te sluiten met Israël, omdat er wel andere zaken zijn die hun aandacht trekken. Maar Europa als entiteit, dat alleen in zalen als deze wordt dat nog geloofd. Bestaat niet. Ik bedoel, je hebt Europese landen, die kunnen ook een Europese communis opinio proberen te verwoorden. Als hier al is dat het laagste gemene deler. Je hebt een aantal landen die hebben iets meer en een aantal landen die hebben iets minder invloed. Individuele Europese spelers kunnen wat. Nederland is een category on its own. We zijn een aparte categorie. Maar Europa als entiteit, gewoon even ook voor het debat, is in mijn ogen afwezig. Nou, Europa wel, maar meneer Schaper, u bent van D66, senator. Het regeerakkoord, het is een lange traditie in Nederland geworden, dat er over het Midden-Oosten totaal vaak niet zo gek veel terug te lezen valt in het regeerakkoord, maar over Israël-Palestina eigenlijk altijd tenminste één zin, ook deze keer. Er staat nu, in het Midden-Oosten draagt Nederland bij aan de vrede en veiligheid. Nederland benut de goede betrekkingen met Israël en de Palestijnse autoriteit voor het behoud en de verwezenlijking van de twee-staten-oplossing. Een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig en internationaal erkend Israël. Nederland zet zich tevens in voor verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen. Nou, dat is heel wat, hè? Als je dat ja. Zo voorleest. Ja, het gaat gebeuren. Nee, maar even voordat we daar inhoudelijker op ingaan. Wat verklaart die preoccupatie met Nederlandse coalities? Zeg, omdat er altijd dat alineaatje terug te vinden is. Maar ik heb even gekeken, iets over bijvoorbeeld de Koerden, die in toenemende mate spreken over hun verlangen tot ook een eigen tehuis.
Syrië zie ik vooral terugkomen in de context van de regio waar vluchtelingen vandaan komen. En ergens in die regio moeten ze dus ook blijven. Waarom steeds dat vergrootglas op Israël en Palestina en wat minder aandacht voor al het andere daaromheen? Nou ja, je kan zeggen waarom staat er niet het regeerakkoord over de Catalanen en zo. Ja, je kan het heel ruim gaan trekken, maar ik vind het volstrekt voor de hand liggen dat we, als we een beperkte ruimte hebben in de tekst om hierop in te gaan, want het is al met al niet zo lang die hele paragraaf over buitenlandse politiek, dan valt toch op dat veel aandacht wordt gegeven aan het Midden-Oosten conflict, inclusief die elementen die u noemt, dus de politieke, maar ook de samenwerking met en de steun aan. Ik vind het een goede beschrijving van wat we willen bereiken. En daarom, niet alleen omdat mijn partij hier achter staat, maar ook gewoon inhoudelijk vind ik het een evenwichtige benadering. Overigens wil ik enigszins kritisch reageren op wat Han gezegd heeft. Han ter Broeke die heeft naar mijn gevoel te veel de tweedeling Europa-Amerika ingevoerd. Van Amerika moet het doen en Europa stelt niks voor. Nou, ten eerste denk ik dat als we kijken naar wat er in de wereld gebeurt op het moment er een nieuw momentum in Europese samenwerking is. Onder andere op defensiegebied en dat kan zich ook vertalen op buitenlands politiek gebied. Dat kan heel wel naast de Amerikanen, het hoeft niet direct in concurrentie met de Amerikanen te zijn. Maar we moeten voorbereid zijn op een moment dat we toch afscheid nemen van de lijn die Trump eventueel zal inzetten. En dan hebben we een alternatief achter de hand en dat heet Europese samenwerking. Overigens, de track record van Europa is zeker niet altijd even positief. Veel verdeeldheid, maar in de loop der jaren zie je toch een toenemende overeenstemming op hoofdelementen. Wat wel daarbij aan de orde is, dat heb ik dus in de VN gemerkt, is de tactische afweging die je dan moet maken bij het stemmen voor resoluties. Daar is geloof ik door de vorige spreker ook al over, is daar al op ingegaan. Maar ik herinner mij goed een moment dat Den Haag was op Rutte 1 was zeer sterk pro-Israël, was ook eigenlijk het enige wat in het regeerakkoord stond over de buitenlandse politiek. En er was men overwoog misschien dan uit de EU-consensus te stappen. We hebben een gemeenschappelijk Midden-Oostenbeleid in de VN. En mee te stemmen met de Amerikanen en die 2-3 andere eilandjes die altijd met Amerika tegen de resolutie stemden over Israël en het Palestijnse conflict. Ik ben daartoe gaan praten met mijn Amerikaanse collega, althans de nummer 2, want Susan Rice zat in Washington. En die zei, dat is het slechtste wat je kan doen. De EU verlaten. Jullie zijn binnen de EU een van die landen die zorgen dat daar een soort evenwicht is. Wij hebben als Amerika er niks aan als jullie met ons mee gaan stemmen en dat we dus 4 stemmen in plaats van 3 stemmen hebben voor een bepaalde resolutie. Jullie spelen een cruciale rol als Nederland voor het evenwicht binnen de Europese Unie. En dat heb ik toch wel in mijn oren geknoopt. We zitten in een internationale context waar het niet alleen om gaat een soort getuigenispolitiek te voeren van dit is mijn standpunt en daarom is het goed. Nee, je moet proberen resultaten te bereiken met door middel van compromissen en tactische overeenkomsten. En dat is, dit laatste is nu vind ik een goed voorbeeld ervan hoe je dus altijd mee moet nemen hoe je binnen de EU met name tot bevredigende resultaten komt. Misschien mag ik iets zeggen over die Nederlandse regeerakkoorden. Ik was bij die tekst van Rutte 1 betrokken en ben ik ook nog aan het bijkomen van de laatste onderhandelingen, zeker over dit punt. Regeerakkoorden, laten we daar gewoon even heel eerlijk over zijn, die zijn zeker op het MOVP, hè, voor de specialisten, het Midden-Oosten Vredesproces, nou ja, laat dat proces er dan op dit moment maar even vanaf, die zijn niets anders dan een bezweringsformule tussen partijen die je nodig hebt, omdat je anders mogelijk hooglijk in de problemen kunt komen. En dat is natuurlijk eigenlijk bezopen dat wij daarover in de problemen kunnen komen, want het conflict speelt zich niet hier af, maar je zou bijna de indruk krijgen dat het wel zo is. Het is het fantoomconflict, het is het proxy, de ultieme proxy van de Nederlandse buitenlandpolitiek. Toen ik buitenlandwoordvoerder werd, heb ik enorm moeten wennen. Maar dit is wat inderdaad volle zalen trekt en soms denk je dat wij daar hysterischer over doen dan in de regio zelf. En ik heb daar ook wel voorbeelden van dat het zo is overigens. Dus dat is één.
Twee, even de illusie wegnemen, zeker bij D66 en aanverwanten, dat onder Rutte 1 er een soort pro-Israëlische paragraaf. In de eerste plaats was destijds de kritiek dat Israël überhaupt genoemd werd. Nee, dat gebeurde ook onder Balkenende 4, dankjewel. Maar wat veel belangrijker is, wij moesten dat opnemen, CDA en VVD. We waren een minderheidsregering en we hadden gedoogsteun van meneer Wilders, die niet per se voor een twee-staten-oplossing te vinden is en te porren is. Dus de bezweringsformule die daarin stond, was niet een soort van een cheerleader voor Israël te zijn. Nee, het was om meneer Wilders op afstand te houden en hen te binden aan het feit dat mocht daar ontwikkelingen zijn, en die deden zich later ook voor, dat hij niet tegen een twee-staten-oplossing zou kunnen keren. Die uitleg is overigens in de Kamer al een aantal keer bevestigd door de PVV. Het zou aardig zijn als linkse partijen als D66 die uitleg nou ook eens een keer zouden begrijpen. Dus Derman, jij was daar niet bij, maar zeg het tegen je collega's. Dan de formulering die we nu hebben gevonden. U heeft hem net voorgelezen, dat is heel keurig. We kregen complimenten van de Israëlische ambassadeur. We kregen ook complimenten van Palestijnse autoriteit. Dus we moeten iets goeds hebben gedaan. Ik zei tegen Mark Rutte van, nou ja, het is kennelijk het is moeilijker om het hier op te lossen dan daar. Misschien moeten we het anders gaan proberen. Het is niet anders wat daar staat dan een bezweringsformule die het mogelijk maakt om realistisch beleid te blijven voeren. Kijk, Nederland moet zich niet groter wanen dan het is. Ook dat staat in de buitenlandparagraaf. We hebben een relatieve positie. Maar onze relatieve positie in dit specifieke conflict is wel wat groter dan je normaal gesproken van een land als Nederland zou mogen aannemen. En de positie van de EU, en dan kom ik op het laatste punt. Het is niet een soort van verlangen dat ik zeg dat de EU niet bestaat of quantité negligeable is. Het is omdat de EU als instituut per definitie omlaag wordt getrokken door de laagste gemene deler. En de verhoudingen binnen de raad zijn gewoon te verdeeld. Dus je kunt beter kijken naar wat Frankrijk, Duitsland dat opkomend is, de Britten tot op zekere hoogte. We hebben het vandaag over Balfour, maar die hebben sinds Balfour natuurlijk hun invloed in het Midden-Oosten wel behoorlijk verspeeld. En ja, toch ook Nederland bekijken. Nou, dat is de reden waarom ik zeg het is nuttig om een MOVP of een Midden-Oosten vredesproces paragraaf te hebben. Het is nuttig om hem erin te hebben staan zodat we partijen aan iets weten te binden. Dat ze daar niet hoogelijke ruzie over gaan maken, wat vooral een fantoomruzie is, want hier gaan we dat conflict niet oplossen. En om gewoon realistisch buitenlandbeleid te blijven voeren, want we zijn een van de weinige landen die op dit moment gewoon, wat ze dan in jargon van diplomaten noemen, track 3 samenwerking hebben tussen de Palestijnen en de Israëli's. Ja, maar u noemt het realistisch. Er is een groeiend aantal mensen dat zegt, die twee-staten-oplossing heeft eigenlijk haar eigen failliet de afgelopen decennia bewezen. Dat is helemaal niet meer realistisch. We moeten naar de één-staat-solution. En meneer Seri, even ook goed om te vermelden, u heeft ook bij vredesonderhandelingen meegewerkt, toen nog onder de minister Max van der Stoel. En u kwam ooit met de term, daar hadden we het voorafgaand aan dit gesprek over, niet de one state solution, maar de one state reality. Hoe beziet u nu die twee versus één staat route? Want begrijpt u dat mensen die één staat steeds specifieker onderzoeken? Nou, ik denk inderdaad dat ik een van de eerste ben geweest die is gaan spreken over de one state reality. Ik heb dat gedaan in 2011 tijdens een van mijn reguliere briefings aan de Veiligheidsraad. Wat bedoelde ik daarmee te zeggen? Dat ik toen al het gevoel had dat in plaats van een Midden-Oosten vredesproces, waarbij partijen geacht worden zich te bewegen in de richting van een twee-staten oplossing, we in feite in een hele andere richting ons aan het bewegen waren. En de twee drivers van die zogenaamde one state reality, ik noem het een reality, ik noem het niet een oplossing, dames en heren, daar kan ik misschien nog iets over zeggen. Ja, nu alsjeblieft, want dan snap ik het meteen. Ja, precies. Maar die één staat realiteit, de belangrijkste krachten die in die richting leiden, in mijn ogen, zijn aan de Israëlische kant het voortgaande nederzettingenbeleid. Ik wil het ook hier tegen u zeggen, ik begrijp niet hoe je een beleid, een Israëlisch beleid, dat voorstander is van een twee-staten-oplossing, kunt verenigen met het blijven doorbouwen van huizen in je buurland. Want dat moet toch per slotverrekening je buurland worden.
Kijk, als je het er niet mee eens bent dat, dat er een twee-staten-oplossing moet komen zoals de settlers, dan begrijp ik dat nog. Dan is er nog een zekere consequentie. Maar wij zouden toch ook niet een huis bouwen op het land naast ons, ook al ligt dat braak, als dat niet van ons is. Dus dat is voor mij zo heel simpel. Dus dat is de driver aan de ene kant. Maar er is ook een hele belangrijke Palestijnse driver. En dat is hun verdeeldheid. Tot op het bot verdeeld over ook die twee-staten-oplossing als het om de PLO gaat en om Hamas. En dat heeft er dus zelfs toegeleid dat we dus nu een staatje hebben. Een Hamas-standstaatje in Gaza en een Bantustan-staatje dat door de Palestijnse autoriteit geleid wordt in Ramallah. Als u mij vraagt, twee staten versus één staat, ik noem het een one-state reality, ik heb me dat ook afgevraagd in mijn boek, of die één staat tot een oplossing kan komen. Maar dan moet u zich voorstellen wat dat betekent. Dat betekent dan, één staat, volgens onze internationaal rechtelijke moderne principes, dat zou dus one man, one vote moeten worden. Een echte binationale staat. Hoe zit het dan met het oorspronkelijke Joodse karakter van die staat? Demografische ontwikkelingen maken heel duidelijk dat tenminste de helft van die bevolking dan Palestijns zal zijn. Nou, ik zie dat ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Vandaar dat ik het een one-state reality heb genoemd. En ik ook de twee-staten-oplossing op die manier dus ook wel blijf verdedigen en overeind wil houden. Maar nou even nog naar die bezweringsformule. Ja, het is inderdaad een bezweringsformule. Maar hij blijft, dat betekent dat wij ook als de internationale gemeenschap blijven geloven in die twee-staten-oplossing. Terwijl die eigenlijk al bezig is aan achter de horizon te verdwijnen. Dus er is veel meer nodig dan alleen maar weer zo'n obligaat zinnetje in het regeerakkoord. Ja, heel kort, dat ik één zin. Nee, want ik hoor organisatorisch dat er ruimte is voor vragen uit de zaal. Dat was mij niet meegedeeld. Maar dan snap ik wel waarom een meneer zich zat te ergeren. Excuses meneer, ik wist niet dat er ruimte er was. Nee. We hebben nu de paneldiscussie gehad. Dus we gaan nu de vragenronde openen. Ik denk dat meneer Ter Broeke misschien nog net eventjes antwoord kan geven. Is er tijd voor? Het is niet helemaal obligaat, want er staat om die reden, omdat wij ons aan die tafel, die onderhandelingstafel, ook hebben gerealiseerd dat we ons volslagen belachelijk maken op het moment dat we nog een keertje gewoon kopiëren wat er al 10 jaar daarvoor stond, namelijk twee-staten-oplossing, staat er ook dat we ons willen inzetten om die twee-staten-oplossing in leven te houden. Dus in die zin is het wat minder obligaat en schept het ook verplichtingen, maar ik zie geen alternatief voor de twee staten en jullie volgens mij ook niet, om precies de reden die Robert net noemt, want wat is dan die één staat? Dat is een staat, ik zou dat Israël niet toewensen, die zijn Joodse karakter verliest, die niet democratisch kan blijven in mijn ogen en waar het een enorm probleem zal zijn om het ook het rechtsstaatelijk karakter overeind te houden. 3 dingen die Israël uniek maken in die regio en een vooruitgeschoven post en daarom ook een bondgenoot.